Ja, nu is de, de sportafdeling van, van de NOS weer voor de bijl gegaan. Ja, de ene na de andere. Eerst die Volkskrant is wel actief. Ik stel voor ook een uitgebreid onderzoek naar gedrag op de redactie van de Volkskrant. Zou, ik nou wel Zou dat niet iets voor de kwaliteitskant zijn? Ik denk dat dat al ja. lang aan bod was gekomen als dat daar had gespeeld. Want ik las ook dat na aanleiding van de wereldrijd door bij de NOS mensen zijn gaan praten. En toen is dat weer bij de Volkskrant terechtgekomen. En ik las nu ook bij RTL Nieuws dat daar ook mensen hebben gepraat. En hebben gezegd, we hebben ook dit soort verhalen Aha, gemaakt. Kijk, dat is allemaal dus de mediawereld. Ja. Maar wat dacht je, bij die kranten moet dat toch net zo zijn geweest? Volgens mij als er nog ergens geschreven werd, is het wel bij kranten waar altijd die... Waar die dagelijkse druk op staat om, om iets te doen. Dacht je dat daar geen geheime relaties onder? Kom op. Dat ga je mij niet wijsmaken. Mm. Ja, absoluut niet. Maar hoe zit, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, de, de, want het zijn vaak jongere medewerkers die dit overkomt. Die zijn ook wel erg gevoelig. Dat is de, de andere kant van de medaille die je nu hoort. Ja, dat is misschien zo. Maar dan, nog. Oh, ik, ik, ik moet je bekennen dat ik toch merkbaar altijd de allerhardste man heb gevonden. maar... Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ik had dat niet achter hem gezocht. Nee, maar bij, bij Matthijs had je dat ook niet. Dat je dacht van. Nou, dat, dat dacht ik heel anders over. Qua aardigheidsfactor. Ja, Matthijs vond ik helemaal niet aardig. Maar Tom Herbers leek mij. Die dacht, ja, ik heb hem één of twee keer gesproken in mijn leven. Maar dat leek me een hele aardige man. Ja, maar nu heb jij geen uh, relatieachtige dingen met hem meegemaakt? Nee, dus dan, natuurlijk niet. Heb je, dan ben je misschien niet echt een, iemand. Een... Sterker nog, geloof dat we het over voetbal hadden. Dus kunnen kan me goed herinneren. Ja. Maar hij werd gezien als Mr. Studio Sport. En uh, daar, ja, daar waren dan dames. Ah, hij had ook reportages gemaakt over zijn Engelse achtergronden ja, andere en zo. Ja, tijden, ja. Dus ja, nee, nogmaals. Ik, ik, uh, vond ik Matthijs aardig? Nee. Maar vond ik uh, erg aardig? Ja. Hmm. Zo zie je maar weer. En Jack van Gelder, die uh, in bad zat. <laughs> toen, ja. ja, kijk. Met, met Jack van Gelder had ik verder niks. Meer. Hey, maar wel op zich kwalijk dat hij. Vrouw van Egbers, dus bij die uh, organisatie. Ja, dat die... natuurlijk al helemaal niet, natuurlijk. Dat is toch wel een beetje raar dat dat ja. zo gaat. Ja. Maar goed, dat, dat had natuurlijk ook te maken met de echterlijke relatie, neem ik aan. Je begrijpt dat hij dit niet dit, dit aan haar uh, direct heeft doorgebriefd, denk ik. Maar het lijkt me vreselijk om zo in de krant te komen. Ja, maar ook nog los daarvan, die mevrouw moet toch eigenlijk zeggen: hé, hey, ik ben niet meer geloofwaardig in mijn functie, ik stap op. Ja. Als ik dan slachtoffer zou zijn, zou ik mij niet uh, gesteund voelen door zo'n organiserende, onafhankelijke organisatie. Nee, dat, ik ben met, in dit geval uh, is dat hoogst ongelukkig natuurlijk. Ik blijf wel bij mijn opvatting dat dit soort van situaties zich overal ja, in ja. alle organisaties voordoen. Dat hoor je en toch ben... ook als je met mensen over praat, zeggen ze oh, in het ziekenhuis hetzelfde. Precies. Op het advocatenkantoor, we hebben ook Ieder een legio Ja, allemaal, allemaal dat soort van <coughs> situaties. Dat wat natuurlijk ook inherent is vaak in het. In het samenwerken, in, ja. in machts, uh, ongelijke machtsrelaties vanzelfsprekend, uh, in, in natuurlijke menselijke impulsen. Ik kan me best voorstellen dat je, dat je gezellig werkt met iemand en dat je die dan per slotverrekening als er hard gewerkt wordt uh, uh, vijf dagen in de week uh, acht uur per dag ziet. En dan moet je misschien s'avonds nog bellen hoe het, hoe het precies gegaan is. Ja, dan kan ik best voorstellen dat je dan verliefd raakt. Mm -hmm. Dat kan gebeuren, toch? Er zijn heel veel voorbeelden ook van. Ja, dat zijn al allemaal voorbeelden. Ja, neem, neem meneer Murdoch, waar ik nu aan denk. Ik geloof dat hij elke, elke, elke tien jaar een nieuwe vrouw neemt. Als je die centen hebt, dan is dat een bekend patroon. Waar hij ook mee samenwerkt, of dat dan weer niet? Ik weet niet, ik geloof dat de meesten van die vrouwen van hem uit, uit ja. die organisatie afkomstig zijn. Nou, dat was laatst ook een verhaal van zo'n consultancybedrijf die dus ook hard werkt. Precies wat jij zegt en die gaan dan nog borrelen op vrijdagavond. Ja, en dan daar wordt ben ik zeker. Dat het een bekende zuidasborrel. Ja, en dan wordt er, volgens mij de blauwe engel is de beruchte kroeg die daar ligt waar allemaal dingen gebeuren. En dan wordt er eens dus een hand op een, 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 een zij gelegd. Ja, het kan natuurlijk zijn dat die ene collega die dat doet dat anders bedoelt en dat dan toch degene die dat overkomt dat anders interpreteert en dan heb je alweer zo'n zaak. Ja, ook, ook, je moet natuurlijk ook nu enorm oppassen dat je het niet zodanig gaat overdrijven dat je dat praktisch elk denkbaar menselijk gedrag verboden Precies. moet worden. Er ja. was het voorbeeld van Accenture, ook zo'n consultancybedrijf. Die had dus zo'n leidinggevende die dat had gedaan, volgens degene die dat overkwam, als opstaande voet ontslagen. En die man zei: Maar ik heb dat helemaal niet zo bedoeld, heeft ook zijn excuses aangeboden. Schermer was ook niet goed onderzoek gedaan, Hij heeft het aangevochten bij de rechter. En die rechter heeft gezegd, u bent onterecht ontslagen, volgens mij 50.000 euro schadevergoeding. Verstandige rechter zo toe, daar hebben we de rechters voor om verstandige dingen te zeggen, toch? Ja, om, om de maat der dingen in de gaten te houden. Maar ja, je weet met alles van dit soort van bewegingen, dit is een beweging, me too, eh, die, die, die ontaarden vaak in, in fanatisme. In, in extreme, in extremen. Dat is natuurlijk ook met die, met die woke-beweging. Dat we weer zoals gewoonlijk. Ja, dit is de zoveelste keer, geloof ik. Dat we de hele wereldliteratuur weer door de mangel moeten halen. Om alles eruit te halen wat, wat ons nu niet bevalt. Of waar wij nu anders over denken dan de schrijver erover dacht in 1820. Ik noem maar wat op. Ja, dat, 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 ook dat is inherent aan, aan, aan het ja. menselijk gedrag. Dus... Je hebt altijd fanatici. Je had dat ook in de, in de studentenbeweging. En fanatici winnen, zeker in eerste instantie altijd. Vaak zijn ze de oorzaak dat de hele zaak uiteindelijk uit elkaar klapt, omdat het gewoon niet realistisch meer is. Maar ja, de, in de, bij de studentenpolitiek werd er natuurlijk veel vergaderd, want je weet, we zijn allemaal gek op vergaderen. Ja, als we ons woordje maar kunnen doen. Maar goed, de meeste normale mensen hebben daar om een uur of elf s'avonds. Hebben ze daar schoon genoeg van? Dan willen ze bier gaan drinken of iets anders gaan doen? Maar er is altijd een kleine groep die blijft zitten. En, en die gaat, dat zijn van artikelingen. En die gaan dan door met vergaderen. Bovendien hebben zij, omdat ze dan nu met een paar zijn, zijn in het bezit van de stencilmachine gekomen. Dus zij gaan flink aan de slag met stenselen. Radicale meningen, nou ja, enzovoort. Dus ja, de, 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 de echte vergadertijgers wonnen vaak. Omdat de normale mensen vertrokken waren. De fanatici dus. Kijk naar, kijk naar wat voor beweging dan ook in de 20e eeuw. Altijd ontaard in fanatisme. Eh? Ook, ook, ook de MeToo-beweging kan heel makkelijk ontaarden in fanatisme. Eh? Wat je zegt, ik wil. Je legt een hand verkeerd. Je moet natuurlijk wel niet tot een verlegen typisch horen, maar goed, je legt een hand verkeerd. Je moet daar enorm mee uitkijken, maar dat, het is inherent aan de menselijke aard. Je hebt altijd mensen die dingen à l'outrance willen. jongen, jonge, wat internationaal woordgebruik. Hè? Die, die, tot, die, die overal in alles tot het uiterste willen gaan. Ja, de balans vinden is denk ik de kunst hier. Dus je ja, moet het... Ja, de je, balans vinden. Je moet het niet bagatelliseren, maar je moet het ook weer niet de overhand laten hebben... als het bijvoorbeeld niet de waarde heeft die het zou moeten hebben. Het. ja. Ik denk ook dat, dat de klimaatbeweging waarvoor in principe alle reden is om, om er te zijn... en te zeggen wat ze zeggen. Maar tegelijkertijd hebben ze voortdurend de neiging om zich in fanatisme te verliezen. Mm. Het is al te laat, we hangen met onze vingers aan de rand van de, van de afgrond. Uh, nou ja. Uh, waardoor natuurlijk allerlei mensen die misschien niet zo uh, geëngageerd zijn, denken ja, het is al te laat. dat uh, hoeft er eigenlijk niks meer aan te doen. Wat, moet je, wat nee. moeten we verder nog? En waardoor je ook, ook in allerlei opzichten, dat blijkt ook uit onderzoek, een soort wanhoopstemming creëert. Die naar mijn idee geen bijdrage levert aan de oplossing van de vraagstukken. Nee. De mensen die dat doen, die zeggen misschien, ja we moeten dit doen om aandacht te vragen. Want anders... Ja, maar goed, dat is op een goed. Dat heeft ook zijn eindigheid. Want dan gaat je... Ook bij het aandacht vragen is er steeds weer een stap verder. Hè?